hij laat op. 80. Dan gaan we even elektrisch rijden. Leuk. Dus oké, hup gereed. En ik zeg nu... Dan kun je zo aardig blijven. Oké, ik zit met Hans, Mike en Luc van Sony Benelux in de auto. We gaan even elektrisch rijden. Nou, je moet hem even in de achteruit zetten. Dat is de R. Dus links naar voren. Zo? Ja, en dan ga je... Kijk, dan zie je hier augmented reality. Je ziet een beeldscherm. En dan zie je ook hoe het beeld, hoe je gaat rijden. Dus nou, achteruit. Gaaf. Achteruit. Luc, wat doe jij bij Sony? Ik ben verantwoordelijk voor alle... consumentencontacten. Manager... Alle consumentencontacten. Nou, dat zijn er wel een hoop. Ja, een drive. Behalve de winkelvloer en ons servicekanaal. Okay. Maar dat houdt dus wel in bijvoorbeeld onze website, sony.nl, ja. sony.be, ons forum daar op de site. Er is een forum? Er is een forum. Daar mogen mensen discussiëren. Daar mogen mensen discussiëren, vragen stellen. Ja. Nou, gaan we even op de even hard trappen. Oh, dat gaat lekker. Dat valt niet tegen inderdaad. Redelijk vermogen. Ja. 109 pk, maar vooral wat leuk is. Ja, je mag geen scooters. Nee, ik bedoel, als je te hard rijdt, dan kun je nog even vooraf via naar rechts. Is er geen voorrang, is toch niet handig. Wat? Al hadden ze geen voorrang, het was toch niet handig. Dat was niet handig inderdaad. Hey, de meeste consumentencontact, als je vergelijkt bezoeken in winkels, bezoeken in websites, vergeleken met callcenters. Waar vinden, hoeveel klantencontacten hebben jullie per jaar? Hebben jullie al eens een keertje duim omhoog? Hans, hoeveel doen jullie met callcenter? Zo'n 5.500 op SBNL-gebied, Benelux-gebied, per maand. Ja, dus jij doet er 60.000. Ja, hoeveel websitebezoeken heb je? Iets van 800.000 per maand. Oh, dat is al een stuk meer dan een telefoon. Ja, ja. Dus, ik heb het alleen over telefoon inderdaad. Ja. En dan moet je nog een 30.000 een e-mail bijrekenen. Per maand? Per jaar. Per jaar. Dus dat is nog een keer 2.500 e-mail. Dus meer telefoontjes dan e-mails. Ja. Volgens mij kun je hier links is wel leuk. Ik dacht dat Bart daar pas had. Die ging daar scheuren. Maar dan heb je een stomme... Ga maar rechtdoor, want dan komt die bus dus niks. Je komt niet voorbij inderdaad. Nee. Okay, en verder is social media. Ben ik ook verantwoordelijk voor. Berber, heb je daar contact mee wel eens gehad? Berber Hoekstra? Ja. Dus, en ook het callcenter inderdaad. Links omheen, rechts omheen. En dan gewoon weer Okay. Maar leuk dit zeg. Hey, en hoeveel bezoeken in de winkels hebben jullie per jaar? Ja, dat weet ik dus niet, want dat is niet mijn straatje. Ik heb geen idee hoeveel contacten we daar hoeveel hebben. Hoeveel bezoeken doe jij, Mike, in je webshop per jaar? Wij doen daar volgens mij 1,5 miljoen uit. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik meer planvorming nu doe. Ik werk nu voor Sony Europa inmiddels. En voor Sony Zwitserland. Oh, dus dat kleine gedoe in Nederland vind je niet meer. Jij bent gewoon bezig even Europa te regelen, de webshop. De webshop en outlet channel. Daar de proces te is bekijken. Dat al, wordt het al 10% van de business, denk je? Wanneer wordt het 10% van de business? Dit jaar, full year 11, staat dat op de planning. Oké, ga maar even hier rechts, dan kunnen we even wisselen. Om aan mij om daar de randvoorwaarden voor te schetsen om dat te gaan halen. Oh, wacht even, ga maar even recht doen, want dit is een snelweg. Komende snelweg, even denk nog even he? Leuk. Ja. Hoe vind je het rijden? Ja, het rijdt hartstikke lekker, rustig, je hoort niks. Je hebt niet in de gaten dat je zo snel aan 100 zit. 150 kilometer. Toch die flitspaal maar eventjes. Ja, de flitspaal, je krijgt geen korting op snelheidsbonnen. Dat is echt... dat is wel net jammer inderdaad. Ja. En dus de benzine is ook gewoon 1,70 per liter. En als je kijkt, het equivalent daarvan is 30 cent. Dus het is ongeveer 5 keer zo goedkoop om elektrisch te rijden op dit ogenblik als benzine. Is dit 100% benzine? Is het hier helemaal niks, geen hulp motortje of... 100% benzine? Nou, 100% elektrisch. Ja, 100%. Maar is het nou ook echt al praktisch? Hier links, hè? Ja. Ja. Hè? Is het praktisch? Ik rijd daar... Nou, ik heb nu 6.500 kilometer gereden. Ik heb 1,5 maand. En dan 150 per dag kun je rijden. En dan hoe lang moet je opladen? Laden is... als je gewoon een normaal stopcontact pakt, zeg maar, overal... Bij een café om de hoek, dan is het ongeveer 10 kilometer per uur laad je dan erbij, 12 kilometer per uur. Okay. Dus als je 3 uur bent, dan heb je, als je 3 uur ergens bent, dan kun je 36 kilometer weer op de teller hebben. Mm-hmm. Heb je een paaltje, dan gaat het iets harder, dan is het 17, 18 kilometer. Dus dan heb je een 3 uur 50 kilometer. En heb je een snellader, die gooit hem in 20 minuten vol. Okay. En hoe werkt waar dat? Vind je die dan? Ja.
Die heb je dus op speciale plaatsen. Okay. Daarvan zijn er nu 10 in Nederland. En daar hebben we dan straks, zeg maar, aan het einde van de het jaar 50. En maar dan ga je gewoon heen en dat gaat met 400 volt, 120 ampère en dat rampt er gewoon lekker het, in. Hoe doe je het thuis? Okay. Heb je gewoon een stopcontact? Thuis heb ik gewoon een, op de oprijlaan heb ik gewoon een paaltje met gewoon 16... Nee, wacht even. Vincent Everts, goeiedag. Vincent, Frits, hoi. Dag Frits, hallo. Hoi. Hey, het spijt me zeer, maar het gaat het niet worden vanmiddag, want het loopt allemaal heel erg uit. Onze wet is gewoon allemaal helemaal niet. Nou, meneer Wester, ik ben ook niet meer gewend dat u gewoon uw tijdsplanning houdt. Dus dan ga ik gewoon morgen lekker naar de tijd. Dan ga ik morgen lekker naar de Tour de France. Dan heb ik een interview nadat jij lekker bruin en. Precies, doen we het daarna, want het loopt hier uit. Gaat die gans uit over. Oké, nou prima. Hey, kijk nog eens een keer even naar Liefplan. Ook al word je gesponsord door die Clojo Skoda's. Maar ik ga in ieder geval donderdagochtend zit ik op die Aldues met die elektrische auto te proberen. Oké, nou dan ga ik je dan wel even bellen als ik op de hand ben. Oh nee, je bent natuurlijk jij met het verleden jaar. Nee, sorry. Ik ben dan bezig, maar RTL Nieuws die zet het op de website en die doet er misschien ook iets aan met nieuws. Oké, leuk. Ja, ik ben benieuwd. Hoi Frits. Doei. Hoi, succes, goede reis. Dag. Oké, nou stop hier maar even. Ja. Dat was Frits Vester. Ja. Dus, oké. Nou, deze mensen vinden het vast leuk als ze even een elektrische auto... Volgende, ja. Even wat druk op de P. Klaar. Top zeg. Ja, net echt. Mooi man. Oké, dat was Luc. Hans? Ja, ik ben onder u. Hans is verantwoordelijk dus voor de callcenter activiteiten. Dus 60.000 per jaar en 30.000 e-mail. Ja, dat komt. Ja, dat zijn dan wel de intense contacten, want dan willen mensen altijd wat... Ja, callcenter, wij noemen het in feite ons consument en een dealer-informatiecentrum. Oh ja. Even kijken, eerst op de... En links naar voren. Links naar voren. En dan zie je hier een plaatje van... Dan gaan we die kant uit. En fietsen zo wel. Draai maar andere kant uit. Gaan we die andere kant op? Ja, laten we die kant even gaan. Oké. Dat is gewoon... Wat een hoop antennes staan er op het dak, Vincent. Waar is dat allemaal voor? En dan? Naar links, naar achteren. Naar achteren, ja. Even wachten tot die bus... Ja, even wat ruimte geven. Je had het prima kunnen redden hoor, Ik had dan eens één gedaan en daar had ik niet gezeten. Want ik rij al jaren op LPG, maar dat is natuurlijk hetzelfde als benzine qua gevoel. Ja, doe maar. Kijk, we kunnen even daar... Wacht even, stop. Ja, ik zie hem, misschien. Oh, je ziet hem, oké. Ja, mooi. Haal hem in! Ja, LPG, dat heb je nog een beetje te zoeken. Dan ben je nog een beetje gewend naar waar kun je LPG testen. Hoewel in Nederland is het zo geweldig. Ik heb ook jarenlang LPG gereden. In Frankrijk heb ik altijd een boekje bij me voor de zekerheid. En de snelweg is het probleem niet, maar in de provinciale wegen wel. Dan moet je het meer weten waar je terecht kan. Hé, wat zijn de contacten? Waar valt het nou in één? 90.000 contacten, 30.000 e-mail en 60.000. Kijk, eerste vraag. Maakt het uit of ik een e-mail stuur of een telefoon? Want ik denk altijd, e-mail, dat doen ze wanneer ze tijd hebben. En telefoon, dat motten ze wel. Dan moet ik wel 5 minuten hangen. Maar dan heb ik tenminste een mens erachter. Ja, je krijgt natuurlijk vrij snel bij onze mensen aan de telefoon. En menselijk contact is belangrijk. Als je het zelf prettiger vindt om e-mail te sturen, dan is dat geen probleem. Ik wil gewoon een oplossing. Ik doe het niet voor sociale contacten. Je krijgt dezelfde oplossingen. Met e-mail kan je natuurlijk een vraag stellen waarbij het niet precies duidelijk is wat je nu bedoelt. Ik kan hem niet goed aansluiten, ik snap het niet. Nou, dan is geen adequaat antwoord te geven, want je hebt geen vraag-antwoordspel. Nee. En dat heb je aan de telefoon wel. En chatten, heb je ook chatten? Chatten hebben we niet. Daar kun je dat vraag en antwoord doen. Wat ik zeg, we maken ook gebruik van het forum. Daar hou ik me ook mee bezig. Forum is natuurlijk op zich bedoeld dat klanten helpen. Maar ja, we kunnen nu weer omdraaien. Zo. Wij gaan natuurlijk ook gewoon wel de klanten zelf beantwoorden. Maar we laten ook klanten elkaar helpen. Ja, dat is mooi. Wat is het percentage klanten wat de vragen van klanten beantwoord? Dus hoeveel van de klantvragen worden ook andere klanten beantwoord? Het is op dit moment niet zo hoog. Moet ik je ook zeggen dat het forum is pas gestart 15 december. Ik was al een beetje benieuwd. Kun je echt draaien zo? Want ik moet namelijk naar de Telegraaf. Is je tank anders leeg? Nee, ik heb een afspraak. A, heb jij een afspraak om 2 uur? En B, moet ik om 2:15 bij de Telegraaf zijn. Dus we moeten niet echt... Nee, hij kan 120 kilometer doorrijden, maar mij niet uit. Ik zag al dat hij aardig leger begon te worden hier. Maar de aantal streepjes zegt me nog niet. Het aantal streepjes is mijn telefoon.
Oh, oké. Dat heeft niks met... dit heeft te maken met hoeveel kilometer we nog hebben. Okay, en dit zijn de streepjes van de accu. Nou, dan gaan we kijken of we hier kunnen keren. Ja, hier links. Gewoon even zo. En dan hoop ik... kijken hoe kort die draait. Dat is niet kort genoeg. En toen zei jij... opzij en naar achteren, dacht ik. Okay, even naar links naar voren. Op de rest van de achterlinie gaan rijden. Geef niet. We gaan nog goed. Hoe vind je hem rijden, Hans? Ja, heel rustig, jongen. De, zeg maar, de rem reageert wel vrij abrupt. Daar moet ik even mee voorzichtiger reageren. Het is een nieuwe, hè? Dat heb ik ook altijd. Als je een wat oudere auto hebt... Maar je trapt hem niet op zijn staart nu. Je bent gewoon nu een rustig... Toen ik hier naartoe ging, trapte ik hem wel op zijn staart. Ja. Toen vond ik hem minder snel weggaan dan dat ik verwacht had, moet je zeggen. Als ik toen net achterin bij Luc zat, had ik het idee dat hij meer... Stop eens hier eens even zo. Ja. Stop eens even helemaal hier, zo. Even zo, even helemaal stoppen. Even helemaal stoppen, oké. Zo, goed. En nu moet je nu even wegrijden. Rij nu maar even weg. Helemaal vol gas. Kijk, dat moet op gang komen. Ja, het is misschien het valt het mij, nee, maar het gevoel, valt mij, want ik heb het idee dat je niet. Ik trap dat, dat je hem niet. Ik had ook een beetje het idee dat hij nou een beetje inhield. Zit hij ook helemaal in? Ja. Nou, dan zit hij in feite al bijna op 90. Ja. Dus gevoelsmatig heb ik het eerste idee dat hij toch elektromotor heeft te heel veel koppel. Ik moet hem even stoppen, dan kunnen we even de derde wissel doen. Even Mike achter het stuur zetten. Ja, heb ik aan Mike. Planken, kijken wat hij doet. Nou, hetzelfde denk ik. Ja. Toch? Je kunt op de P drukken en is klaar. Dan staat hij meteen maar dus even over de volgorde van wordt een e-mail sneller behandeld dan een call? Of doen jullie e-mail wanneer je tijd hebt? Nee, wordt elke dag ruimte ingedeeld voor de e-mails. Maar zit ik in dezelfde queue? Zit ik in dezelfde queue dezelfde of mensen. Niet? Ja, ja dezelfde mensen, mensen, maar zit ik in dezelfde queue? Dus wordt het op... Dus als ik gewoon een e-mail stuur of ik bel... Word ik dan als beller eerder geholpen dan als e-mail? Je wordt als beller meteen geholpen. Links naar achteren. Links naar achteren, ja. Zo. Je wordt als beller meteen geholpen. En de e-mails die worden stelselmatig door de hele dag door behandeld. Ja, ja, als het tijd is, zeg maar. Niet alleen als het tijd is. Er wordt ook gewoon tijd voor vrijgemaakt. Want je hebt ook natuurlijk voor telefoon heb je weer piektijden. Dat er meer calls zijn. En op andere tijden dat er minder calls zijn. En dat zijn momenten waarbij je extra tijd indeelt voor je e-mails. Okay. Maar het is een doorlopend proces. Ja, dus je kunt toch maar beter als je meteen antwoord wil hebben. Je staat naast het apparaat, kun je maar beter bellen. Lekker bellen. En chatten, ja, chatten vind ik zelf het ideaalste. Willen we wel een tour met chatten ook inderdaad? Ik vind het zelf verrukkelijk. Als het gewoon goed werkt, dan zit iemand, dan ben ik echt... Dan kan ik aandoen wanneer ik het wil. Een beetje, mensen kunnen meerdere mensen tegelijkertijd helpen. Vind je het ook prettig om iemand te zien tijdens de chatten? Nee, het interesseert mij echt... Interesseert je helemaal niet. Nee, wat ik wel wil laten zien, als ik een probleem heb, dat ik even mijn camera aan kan laten zetten. Dus dat ik hem dingen kan laten zien. Ja. Zo'n virtuele medewerker dan? Is dat beter? Hou op man, echt nee. Hoewel trouwens, in Japan hebben ze nu tegenwoordig... popmodellen die alleen maar virtueel zijn, waar mensen verliefd op worden, waar ze naar popconcerten gaan. Ja. Dus nou, ik sluit niet uit dat dat voor mannen nog wel leuk is, maar voor mij is het niks. Hey, welk land is het beste qua e-commerce sinds je bij Sony? Op dit moment Duitsland. Duitsland? Ja. Niet Engeland? Nee. Ja, Engeland, maar dat staat los. Dat is oh, Engeland, die hoort niet bij Europa, dat was ik vergeten. Ja, het is geconsolideerd, maar niet helemaal, zeg maar. Binnen Sony Europa wordt dat als een aparte. Dus is Engeland groter dan Duitsland, of is het hetzelfde? Engeland is wel groter. Want er wonen maar 80 miljoen mensen in Duitsland en 55 miljoen mensen in Engeland. En toch is Engeland groter. Ja, online doen ze wel meer, maar ze doen ook heel veel met directe kanalen. Daar hebben ze Sony Centers ook, dus eigen winkels. Mm-hmm. Dat hebben we dan in sommige landen. In België hebben we onder andere Sony Centers. Maar dat is franchise eigenlijk. Ja, ja. Dus dat wordt, die doen meer multi-channel strategie daar. Het is meer gekomen. Zijn toch een beetje verder, want het is al de grootste... Ja. Het is al de grootste, internetreclame in Engeland is groter dan tv-reclame. Bizar, hè? Ja. Ja. Ondanks dat je B-Sky B hebt met allemaal, maar daar heb je dan vooral paying by demand heb je dingen. Ja. Dus daar doen ze echt inderdaad wel het meeste. Daarna Duitsland, zeg maar, op het continent wat zeg maar valt onder waar ik me ook een beetje mee bezig ga. Onder andere de outlet channel. En voor de landen en vanuit Europa het een beetje proberen samen te voegen. Omdat in principe de webshop voor een groot gedeelte vanuit Europa geregeld wordt. Ja.
de verkoop en de forecasting, de voorraad, noem maar op allemaal. Ik ben daar nu een beetje met een tijdje van Benelux gedaan de afgelopen 3 maanden. En nu net begonnen in Zwitserland en Oostenrijk om dat meer naar elkaar toe te krijgen. Grote culturele, en procesmatige procesmatige zekering, ja. En gedachtenverandering ook wel een beetje. En ook, je ziet dus ook dat landen verder zijn. De een is verder dan de andere. Ja. Meer aandacht en... En de landen zijn bang, hè, voor de directe verkoop. Maar de landen niet, maar de dealerkanalen. Dat zegt een retailorganisatie nog. En dat is wel een andere denkwijze dan direct aan eindconsumenten verkopen. En daar dat doet naar me luisteren. Zo denken. Ik heb vroeger computerverkoop, weet je wel, ik was computerverkoper, dealer. Okay, yeah. En dan hadden we ook enorm met Compaq en met al die, die direct wilden gaan. En die dealers boos en die gingen dan andere dingen verkopen. En dat was een enorme strijd. En daarna maakte het geen bal meer uit. Maar, het was echt gewoon van, toen ging het vooral, toen veranderden wij naar service. En support en logistieke smooth en dit. Kijk naar de telecomsector, die hebben die omslag ook al gemaakt. Ja, ja, 50% van de abonnementen online. Komt nu online. Ja. En de retail is voor een groot gedeelte ook weer in handen van de providers inmiddels tegenwoordig. Ja, dus, ook dat, ja. Oh, dus dat is een beetje ook jouw model, wat je denkt. Nou, nee, dat zeg ik niet. Maar je ziet gewoon dat de transitie dealers, is er overal. Dealers, kijk naar de telecomwereld. Dat is de retailstrategie van Sony 2.0. Nee. Maar je ziet gewoon de verschillende markten. De reizenmarkt is het gebeurd. Telecommarkt zie je het gebeuren. Dat online gewoon wel belangrijk wordt. Substantieel. Het krijgt een eigen plek. En het is nu kwart van de business gaat nu online. En bij Sony gaat het binnenkort 10% online. Dus jullie lopen relatief achter, zeg maar. In dat opzicht wel, ja. En hoe komt dat? Doordat de focus daar nooit echt voor geweest is nog. Dat, ja, dus dat, lees dat het, channel conflicts. Ja, dat gewoon het retail kanaal, zeg maar, dat is nog steeds het belangrijkste. Ja. Dat zal het grootste blijven en dat kan ook samen gaan. Maar de focus is daar nog niet op geweest. Hoe vind je dingen rijden? Ja, elektrisch rijden? Heel stil voornamelijk, hè? Dat, ja, het is heel stil. Dat is inderdaad een groot voordeel. Wat is dat, dat linksboven in het dashboard? Dat is, dan kun je een boompje bouwen. En als je daar gewoon netjes rijdt, dan zie je een boompje komen. En dan, dus het is niet eenmalig, maar... als je goed echt groen rijdt, dan krijg je een boompje. En nu zien we alleen maar een basisje. Dus jullie zijn allemaal niet zo ontzettend zuinig. Maar we moesten nog steeds op zijn staart trappen. Ja, nee, daarom. Het ging ook een beetje om de illusie dat het allemaal maar slappe hap is. Dat elektrisch rijden. Dus, Nee, die heb je nu helemaal weggenomen. Sterk elektromotor. En denk aan de Lotus 7 vergelijking. Inderdaad ook. Het is toch best wel een grote auto ook. Het is gewoon een auto. Ja, dus als je naar het vermogen kijkt, wordt die toch... En je gaat er morgen weer naar de Tour de France? Ja, en dan ga ik dus de Alpe d'Huez ga ik rijden. Die is 109. Die is 100. Nou, ik zet hem op een auto-ambulance. Dat voor lange afstand is het nog niet. Nee, het is echt... Je moet die snelladers hebben die het in 20 minuten volgooien. Dan komen ook... Druk maar op de P. Druk maar in. Okay. Klaar. Dan ben je klaar. Dankjewel. Nou, dankjewel Hans, Mike en Luc. Ja, en het onderzoek van je kunt op liefplan.nl. Of op youtube.com/liefplan staat het over een half uur, staat het interview klaar. Oké. Okay.